wordt steeds gezelliger hier en het is een mega artiestenfestival, weet je dat? Er zijn al zoveel mensen gekomen om op te treden. Waanzinnig. En mij is gevraagd om ook een nummer te zingen en dat ga ik doen. Samen met een artiestencollega uit Maasland. En die hebben jullie al eerder op dit artiestengala gezien. Ik denk het vorige. Dus ik ga haar even naar voren halen en dan geeft u natuurlijk haar een applaus. Angela! Nou, Angela, neem je er genoeg bij? Ja, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, ze hebben nog niks gehoord, hè? We hebben het ook nog niet gedaan. Maar we hebben eigenlijk bij toeval een keer samen een liedje gezongen. En dat gaan we nu gewoon nog een keer doen. Baby Blue. Te zingen en ik vind het echt heel geweldig dat je er was.
bedankt. Oké. Okay. En tot ziens. Dag. Geweldig hoor. En we gaan verder met een volgende artiest. En ik kijk even naar de zijlijn. Of mijn informatie nog klopt. Jij moet even mee naar buiten. Er wordt even druk geïnformeerd, want artiesten die lopen af en aan. Maar de volgorde die gaat een beetje door elkaar, zo gaat het meestal. Dat is ook niet zo erg. Als uw volgorde maar niet door elkaar gaat, want dan hebben we een probleem natuurlijk, hè. Wat heb jij aan je arm? Ach, goed. Zielig, hè? Kan je er wel alles mee doen? Ah, dan maakt het niet uit. Ook breien? Nee, maar je kan niet breien. Ja, ik ook niet, maar ik denk, ja, misschien is het een oplossing. Oké. Oh, ik heb een leuke verrassing voor u. Ja? Een echte verrassing, want ze staat namelijk niet op het programma. En ze is er nu toch. En de organisatie heeft besloten om haar gewoon toch een volledig optreden te geven. Nou, jij bent fan van haar, dus dat is alleen maar fijn. Ze was hier net op het podium naast mij. U ook? Nou, geweldig, hè? Hebben we toch mooi voor elkaar. Zij gaat gewoon voor u optreden. Er wordt heel snel aan haar banden gewerkt. Dat is ook al geregeld. Gaat supersnel allemaal. Dames en heren, nogmaals een heel groot applaus voor Angela. Daar ben ik weer. Yeah.